mensen, welkom bij deze video. Welkom bij deze aflevering op mijn kanaal, Remco Euro Truck Simulator 2. En we zijn er weer, ik heb er weer zin in. Hopelijk jullie ook. En we zitten echt in de fitte vast. Kijk maar, we zitten echt in de fitte vast. Prima, met onze mooie trunk. Alleen mijn motor is echt perfect als een gek. Dus ik ga even naar de wegenwacht. Ik ben zo back, jongens. Oké, dan ga ik even naar de wegenwacht. Ja! En doe even Hexstage GMR. GMR Power. En doe dat even snel, lekker. En op Twitter dan, hè. Ja, je kan het natuurlijk ook gewoon... En doe even enter, doe even service en doe even repareren. Hoppa! Even repareren met die handel, zo. Hoppa. Gaan weer gassen. En nu natuurlijk wel die handrem even loslaten, anders vinden we. Even de kniplicht uit. Even op 5, even F5 zetten. En dan even de bocht omhoog pakken. Kijk, het gaat helemaal goed. Ja, ja, goed zo. Nou, gaan we de bocht om. En het is trouwens zondag. En 2 september. En morgen beginnen alle scholen in Nederland. Ja, in het noorden dan. En dan is het alweer vrij vakantie. Helaas. Ik heb op dit moment nog vakantie. Het is 21 augustus. 21 augustus! Gek! Ja, ik ben gek. Nee, jongens. Ja, 21 augustus vast. En we rijden hier op zondagavond. Wanneer jullie het live zien. Oh shit, ik kwam er één keer echt iemand als een gek aanrijden. Als een gekkie. Kink. Oké, boven stond er weer gassen. Ook is dat er niet weer een file. Ik zit trouwens nog steeds op een stuurtje, jullie zien die webcam niet, maar die hoef ik niet altijd aan, hè. Ik hou maar even op 80. Want het maakt hem al snel uit wat je hier mag rijden. Want je weet het nooit, ze kunnen één keer vaststaan. Ik wen er wel aan dit spuurtje, hoor. En gisteren natuurlijk meetingen spelen, hopelijk vond iedereen mij heel leuk. GMR Power. Yo. Nou, omhoog met dat ding. Hoppa. Kijk. What the heck? Wat doe jij, Kill? Wat doe jij? Gewoon een spookrijden één keer. Dat is gewoon een keer een spookrij op de weg. Hoeveel schade heb ik eigenlijk? Ik heb 3% schade. Valt altijd wel mee. Hey, waar moet ik erop? Ik ga maar naar deze man. Oké. Nou, welkom iedereen en de Earth is mijn playtime. Oh shit, ik ga hem al beginnen. Ik merk ook nog een gek. Ja, we gaan door. Oh my god, ik kan altijd volgen en dingen. Maar ik moet even wat zachtjes rijden, want ik rijd op mijn loop. Een hele kleine stukje zou ik ja heel hard aan het rijden. Nou, ja, ik heb niet zoveel te zeggen eigenlijk. Dan alleen welkom.
Het is 2 september. Oh, 2 september alweer. Ja, het is 2 september alweer. En ik heb het kool in mijn hand. Want het is voor mij 10:15 s'avonds in de vakantie dan, hè. Ik rij. Ik zit dus op een vangrail. What the heck? Waar kom ik hier weg? Ik ga ook langzaam rijden en dan. Dit werd echt vol gaan meten. Ik ga even naar de B voor. Oké, ik ga even naar de B geweest. De B gewacht! Helemaal mooi! Sorry. En was het ook weer van die Russen erin? Rusken. Ja, mensen, we zijn er weer wel. Yo, zijn van de banjo. Ik zit nu op dit moment de dead te doen. Zou ik de dead doen en dan, maar dan, als ik dan aan het rijden ben, wacht even. Ik moet even op een rechte weg, want ik zie je al een. Ja, gaat al weg mens, beetje lost. Oké, ik ga nu de dev doen in 3, 2, 1. Kijk, ik heb de dev gedaan. Oké, wacht, ik doe hem nog een keer hoor. Wacht even. Fuck. Zo'n dev, ik rijd gewoon nog goed. Hoppa, die scheurde gewoon langs. Wat zag ik scheren, man. Hé hey, joh! Ja, dan moet je niet zo overdreven rijden met je eurocoolies. Ja, wat krijg je dan, hè? Wat krijg je ervan? Gank. Ja, dan kan je wel toeteren, maar dat had toch geen race. Stomme Russen. Die gaan me sowieso reporten. Oh my god! Nee jongen. Nee. 100% schade.
Oh my god. 100%. NL. Maar 100% schade, weet je hoeveel dat is, jongen? Weet je hoeveel dat is? Oh fuck. Ik knalde gewoon eraan. Dat is niet de bedoeling om me echt aan te rijden, die gast. Zo, op en die viel één keer om. Want het is geen doel met die schuur. Oh, mooi. Enter, service, dat, ik heb echt weinig geld, ik weet het, ik moet echt een keer een, echt een, wacht, ik pak gewoon een truc, nee, we gaan gewoon richting, eerst richting Liel, nee, ik wil een keer naar Le Havre, want ik ben daar geweest op vakantie, 3 weken geleden dacht ik, of 4 weken zelfs, ik weet niet eens meer. Oh, die handrem zit erop. Maar we gaan richting Le Havre. En hoe gaan we in vredesnaam heen? Oké. Maar mensen, in dit spel is het, denken mensen van, oh, dit valt nog best mee. Dit valt best mee, maar als je erheen gaat, nou, dan wil je niet weten hoeveel je dan onderweg bent. Sorry, Rus. Dat is er de Rus voor. Het lijkt me logisch dat het een Rus is. Ik rijd echt als een prik, want ik heb ook een stukje namelijk. Ik zag gewoon rood groeien. Toch niks aan. Die knalt tegen dat balkje aan. Ik rijd gewoon de maximum temperatuur. Resuspect. De DLC. Oké, dat ging best goed. Ik heb wel de resuspect van net de DLC van Frankrijk de fijn. Stond er ook in Frankrijk, die ze net zag, een pijltje dat je daar niet in mag. Ik kan me nog herinneren, oh mijn god, dat is zo stom. Je mag niet, toen we in Normandie waren, Duitse merk, Kulberg, toen mocht je niet zoveel eigenlijk daar. En hij was best wel stom. Je moet eigenlijk een DLC maken van Nederland, dat weet ik direct niet. Wie heeft ze dat al ondertussen gemaakt, maar ik denk het niet. Maar laat hij weten direct zien dat jij dat ook een idee hebt. Oh, lag. Dikke lag, lag. Ik heb ook een tiegel gehad, ik moet even wat zakje rijden. Maar ik maak zo meteen nergens op. Zo brug zagen we ook in Normandie, Le Havre. Zagen we ook zo'n hele hoge brug, maar deze niet. Dus dit is niet te vergelijken met Le Havre, echt niet. Het land Normandie is best wel mooi. Groot land. Aanbossing dat is wat voor woord. Ik weet niet wat voor woord dat is eigenlijk.
En ja. Ik knal hier iemand aan de zijkant van de weg. Sorry. Domme. Ja mensen, we zijn er wel op terug en we rijden weer op de dik. Brussel en Lille. Dik is trouwens weg. Oh shit, ik. Wat een klote kut. Klote stuur is dit, echt serieus. Ik rij overal tegenaan, ik rij heel breed. Ik moet echt heel lang, ik moet heel wat kleine spiegels mee. Kleine bordjes mee, anders komt dat nooit goed. Want er zit al eentje achter mij. En ik denk van wat de fuck is op de deur daar? Is iemand dronken of ligt aan mij? Kijk hoor. Ik zit echt in vol concentratie. Ik denk dat ik hier bij de video ga eindigen. Ik vind het zelfs. Nou mensen, dit was de video. Ik hoop dit het. Nee, niet achteruit. Dit was de video. Ik hoop dit een leuke video vond. Als je een duim had, abonneer op de kanaal. En ik zeg je op top van deze nieuwe video van Euro's voor mij. Dat ik dit gevoel en dat zit mijn oude outro. Doei.